kijkers van Doe Maar Gamen. In deze video ga ik eens even kijken welke superheld ik nou eigenlijk ben. Het leek mij ongelooflijk leuk om eens een keertje een soort van quiz video te maken hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Dus eigenlijk gewoon een soort van video waarin ik bepaalde vragen ga beantwoorden. En dat er dan een bepaald antwoord uitkomt dat gerelateerd is aan de antwoorden die ik heb gegeven op de vragen. Nou, in deze video ga ik dus een aantal vragen beantwoorden die gerelateerd zijn aan het feit, nou niet echt aan het feit, maar welke superheld ben ik? Het is dus de bedoeling dat ik 7 vragen ga beantwoorden in deze video. En als ik dan uiteindelijk die 7 vragen beantwoord heb, komt er een naam uit van een superheld die het meest gerelateerd is aan mij. Of eigenlijk aan de antwoorden en keuzes die ik zou geven en maken. Als jullie deze video leuk vinden en jullie zouden het tof vinden om meer van dit soort video's te zien verschijnen op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen, vergeet dan natuurlijk niet even een dikke vette like te geven. Laten we kijken of we de 3000 likes op deze video zouden kunnen halen. Ik zou dat namelijk incredibly awesome vinden. En jullie kunnen natuurlijk hier beneden in de reacties heel even laten weten wat voor soort quizzes en vragen jullie mij nog meer zouden willen zien beantwoorden en doen op het internet. In ieder geval, we gaan gewoon lekker beginnen. Ik heb er een hele hoop zin in. Ik ben heel erg benieuwd welke superheld ik ben. En laten we gewoon lekker gaan beginnen met de allereerste vraag. What would you do to your enemy? Oftewel, wat zou jij doen bij je vijand? Dit is een beetje een lastige vraag om antwoord op te geven. Want wanneer noem je iemand nou eigenlijk een vijand? Ik bedoel, je hebt mensen die iemand al snel een vijand noemen. Bijvoorbeeld wanneer ze een keer een plakje kauwgom van hen hebben gestolen. Je hebt natuurlijk mensen die iemand een vijand noemen omdat ze je niet hebben terugbetaald. Maar je hebt natuurlijk ook andere vormen van iemand die je een vijand noemt. Bijvoorbeeld als die persoon echt iets vreselijks bij jou heeft gedaan. Laten we eerlijk zijn, de meeste vijanden die vijanden spelen in superfilms. Bijvoorbeeld de vijand van Batman, de vijand van Spider-Man. Dat zijn natuurlijk echt hele grote criminelen die echt moorden hebben gepleegd. En die de dierbaren van de superhelden hebben proberen dood te maken. Dus laten we ervan uitgaan dat we op dit moment praten over een echte vijand. Iemand die we echt niet mogen en die we het liefst gewoon... Zo'n iemand. Wat kunnen we bij hem doen? We kunnen hem kill him at sight. Dus wanneer we hem zien, pew, killen we hem, doden we hem. Het is een beetje raar als ik Engels en Nederlands door elkaar begin te praten. Beat him to death. We kunnen er dus voor kiezen om hem net zo lang te slaan totdat hij dood is. Dan gaan we dus een beetje voor de pijnlijke, agressieve en best wel langzame aanpak. Tenzij je natuurlijk één keer super hard en raak slaat. Dan is het namelijk niet echt een hele langzame aanpak. We kunnen gaan voor break his bones, zijn botten breken. En I can't fight. Nou, dat is sowieso geen antwoord. Ik bedoel, als het echt een fucking vijand is, dan zal je wel moeten vechten om hem uit te schakelen. Dus dat zou niet mijn antwoord zijn. En ik moet dus nu net alsof doen dat ik een superheld ben. En ik moet dus nu eigenlijk de antwoorden geven die bij mij het best passen in de scenario's. Dus wat zou ik doen bij mijn vijand als ik een superheld was? I don't want to hurt unless he makes me. Ik wil hem niet pijn doen, tenzij hij mij ertoe dwingt. Dat is in principe wel een goeie, want ik bedoel, een vijand, die doe je eigenlijk dus sowieso wel pijn, want hij dwingt je ertoe omdat hij erge dingen bij je doet. Dus ik wil niet pijn doen, tenzij iemand mij ertoe dwingt. Dat vind ik een goeie. Cool, de tweede vraag. Weapon of choose? Oeh, welk wapen zou ik kiezen? We kunnen gaan voor een bazooka. We kunnen gaan voor een pistool. We kunnen gaan voor superhuman arms en legs. Oeh, dat is echt heel episch. Dat betekent dus dat je ongelooflijk sterk bent, hele sterke armen en hele sterke benen hebt. We kunnen gaan voor Iron Man's suit. Does that count? Oftewel, telt dat überhaupt al mee? Ik denk dat inderdaad het pak van Iron Man wel echt een wapen is. Of anything that is made of vibranium. Dat zal een of ander sterk metaal zijn. Ik zou gaan voor superhuman arms en legs. Ik bedoel, hoe episch is het als jouw armen en benen, dus eigenlijk gewoon de ledematen van jouw lichaam, gewoon een wapen zijn? Ik bedoel, dat is veel epischer dan een pistool of een bazooka, want dat zijn namelijk dingen die moet je dan altijd bij je dragen. En dat zijn eigenlijk geen dingen die jou sterk maken. Of ze maken jou wel sterk, maar dat zijn geen dingen die jij al bij jezelf hebt. Dus daarom zou ik gaan voor ongelooflijk sterke armen en benen. Wat voor soort vehicle, oftewel wat voor soort voertuig zou jij willen hebben? Zou jij graag de Batmobile willen hebben? Of zou ik graag de Batmobile willen hebben? Voertuig. Pff, ik heb geen voertuig nodig. Ik kan vliegen. Zou ik graag een Pizza Hut delivery scooter willen hebben? Oftewel zo'n bezorgwagentje. Zo'n bezorgscootertje bedoel ik. Zo eentje die bijvoorbeeld Domino's Pizza altijd heeft. Om dus op zo'n brommer, zo'n scooter zeg maar, de pizza te bezorgen. Een bicycle, oftewel een fiets. Of Harley Davidson. Wat waarschijnlijk een soort van auto zou zijn. Nou, mijn keuze is heel makkelijk gemaakt. Ik hoef geen fucking voertuig. Ik wil kunnen vliegen. Met mijn superarmen en benen. Dus ik zou graag willen vliegen. Cool. What would you do in your free time? Wat zou jij... Of wat zou ik? Ik zeg elke keer jij. Maar ik moet zelf de vragen beantwoorden. Want ik wil weten welke superheld ik ben. Niet welke superheld jij bent. Wat zou ik doen in mijn vrije tijd als ik een superheld was? Go on a date. Oftewel een meisje daten. Wat best wel cool zou zijn. Want ik bedoel, de beste openingszin is gewoon... Hey, ik ben een superheld. Neuken? Ik bedoel, dat niet. Maar hey, ik ben een superheld.
Wil je wat drinken? Ik denk dat het een goede is. Go in your workshop to create something. Of sleep. Zou ik gaan slapen? Zou ik een bepaalde workshop gaan doen en iets creëren? Dus creatief doen? Of zou ik gaan daten? Ik zou naar een workshop gaan en iets creëren. Ik ben namelijk best wel van de productiviteit. Dus laat ik dat het liefst zou doen. Al is daten natuurlijk ook wel leuk. In ieder geval, when do you go out? Wanneer ga ik het liefst naar buiten en ga ik naar buiten? Wat? Day? Night? I don't care whenever people need me. Nou, dat is heel makkelijk. When do you go out? Wanneer mensen mij nodig hebben. Want een superheld... Oh, sorry microfoon. Want een superheld, die moet natuurlijk zijn voor de mensen die zijn hulp nodig hebben. Zowel overdag als 's nachts. Dus ja, ze mogen me roepen wanneer ze dat willen. Describe yourself in one word. Honest, oftewel eerlijk. Funny, oftewel grappig. Tough, oftewel ruig. Sterk. Protective, oftewel beschermend. Selfish, oftewel egoïstisch. Psst. Klik hier. Nou, dat ga ik niet doen, want dan komen we waarschijnlijk op een andere website. En dan moet ik al die vragen weer opnieuw beantwoorden. Ik denk dat ik mezelf kan beschrijven. Ja, ik wil altijd wel grappig zijn. Maar ik denk dat als ik een superheld ben en ik moet iemand onder een brandend wrak vandaan halen. Dat ik dan geen grapje ga maken van, hey, heb je toevallig warm? Ja, dat zeg ik omdat je doodbrandt. Nee, dat zou ik niet doen. Taf zou ik dan heel stoer gaan doen van, hey, kijk maar, ik kan je redden. Ook niet. Ik denk dat ik beschermend zou zijn. En eerlijk. Ik denk dat ik voor beschermend zou zijn, ja. Oké, de laatste vraag. How smart are you? Hoe slim ben je? Ben jij Sherlock Holmes? Is dit een keuze? Mag ik nu zelf weten hoe slim ik wil zijn? Of is dit de vraag van hoe slim ben ik op dit moment? Want ik weet nu niet of dit een vraag is van hoe slim wil je zijn als je een superheld bent. Of hoe slim ben je op dit moment zonder superkrachten. Nou, my name is Jeff. Dat is zeg maar heel dom. Ik denk dat jullie dat stukje wel kennen uit die film. Ik geloof dat het iets met, het was een comedy film. 20 Wolf Street of zo. Ik weet niet wat de titel van die film is. Yeah. Ik denk gewoon gemiddeld. En ik ben welke superheld? Zo spannend! Spider-Man! Woehoe! Yeah! Spider-Man vind ik echt een baas. Dus ik vind het best wel leuk dat dit eruit komt. Dat ik dus gewoon Spider-Man ben. Zelf dacht ik dat ik Superman zou zijn. Omdat Superman namelijk sterke armen en benen heeft. En Superman die is natuurlijk ook heel erg productief op dat gebied. Hij is heel erg beschermend. En hij vliegt. Dus ik had serieus gedacht dat Superman eruit zou komen. Maar schijnbaar ben ik Spider-Man. Ik ben een persoon die opgegroeid is bij zijn tante en oom. Er staat hier dat wij als tiener te maken hadden met bepaalde struggles. Die te maken hadden met crime fighter. Wat dus een criminaliteitsvechter is. Nou, zoals jullie weten, ik ben gebeten door een radioactieve spin, waardoor ik nu superkrachten heb. Woehoe! En uiteraard kan ik nu op muren klimmen en kan ik met van die leuke dingen spuiten. Super episch. Oh, wacht even. Ik wil eigenlijk even kijken. Wat voor results zijn er nog meer? Hier zegt iemand de legendary Captain America. Heel veel mensen zijn Captain America. Oké, dat betekent dus, oh ja, Spider-Man. Maar de meeste mensen zijn Captain America, zie ik hier. Want hier zie ik heel vaak Sam staan. Hier zie ik iemand die Batman is. Oké, dat is best wel interessant. Dat betekent dus dat ik niet een heel veel voorkomend superheld heb gekregen. Maar toch, hopelijk vonden jullie deze quizvideo leuk om naar te kijken. Als jullie mij nou vaker van dit soort quizvideo's willen zien doen op mijn gamekanaal, Doe Maar Gamen. Laat me dat dan natuurlijk vooral even blijken door een like op deze video achter te laten. Door te abonneren op mijn kanaal hier beneden voor meer video's. En laat me dan natuurlijk hier beneden even in de reacties weten wat voor soort video's jullie mij nog meer willen zien maken op mijn gamekanaal, Doe Maar Gamen. En of jullie meer van dit soort quizzes willen. Bedankt voor het kijken. En ik ga denk ik maar even op het dak kijken of de antenne nog doet, want de tv doet een beetje raar. Hoe bedoel je dat doe ik met een ladder? Dat doe ik door tegen de muren op te klimmen. Later mensen. Goed wel.